Dit is deel 1 van een serie van twee weblessen over het onderwerp Astronomie zonder telescoop. En in deze aflevering gaan we ons richten op de hemelkoepel. En ja, wat is dan die hemelkoepel? Die hemelkoepel is een denkbeeldige koepel uh, die je ziet wanneer je op een uh, heldere, donkere nacht op een uh, weiland gaat liggen en recht naar boven kijkt. En wanneer je op dat weiland ligt, dan heb je natuurlijk het gevoel dat je op een plat vlak ligt. En je bent dan eigenlijk omringd door de horizon. En aan de horizon kun je de vier windrichtingen, noord, oost, zuid en west, ook herkennen. En wanneer je dan recht naar boven kijkt, dan kijk je in de richting van wat we dan het zeenet noemen. Recht naar beneden heeft trouwens ook een naam. Dat heet Nadir. Maar daar zie je natuurlijk nooit iets. Uh, maar in het zeenet wel, want daar zul je uh, de sterren zien staan. En die sterren die lijken zich dus allemaal te bevinden, lijken eigenlijk geplakt te zijn aan de binnenkant van een denkbeeldige bol. En die bol noemen we de hemelkoepel. En wanneer je een tijdje ligt, dan zul je iets gaan opvallen: namelijk dat al die sterren niet stilstaan, maar langzaam bewegen. Sommige sterren bewegen dan zelfs iets sneller dan andere sterren, maar de meeste sterren zullen bewegen. En dat hebben ze natuurlijk een paar duizend jaar geleden ook al gezien. En wat ze ook zagen, is dat er één ster is die niet lijkt te bewegen, die stilstaat. En die ster heet de Polaris, oftewel de Poolster. We gaan dadelijk kijken hoe we dat kunnen verklaren, dat Polaris niet beweegt en de rest van de sterren wel. We gaan eens even kijken naar de baan van die sterren. Ik heb hier uh, een aantal sterrenbanen getekend. Die sterrenbanen staan loodrecht op de, de kijkrichting uh, richting Polaris, en die sterren die, die bewegen zich allemaal langs die sterrenbaan. Sommige sterren die zullen maar gedurende kort gedeelte van die baan zichtbaar zijn, boven de horizon zijn. Andere sterren die zijn langer zichtbaar en wat je ook mooi kunt zien is dat er ook sterren zijn die gedurende hun hele rondje rondom Polaris vanuit ons zichtbaar zijn. Nou, die sterren heten circumpolaire sterren en wat nu geldt voor alle sterren en dus ook de circumpolaire sterren is dat ze in precies 23 uur en 56 minuten en 4 seconden een rondje maken rondom die polster. We gaan later zien hoe we die uh, tijd kunnen verklaren. Maar niet alleen de sterren zien we uh, natuurlijk draaien gedurende een dag, maar dat geldt ook voor uh, andere hemellichamen. En dat geldt natuurlijk ook voor onze zon. 's ochtends komt die in het oosten op, de zon beweegt zich naar het uh, hoogste punt. En wanneer de zon zich in het hoogste punt bevindt, bevindt die zich ook in het zuiden. En zeggen wij eigenlijk: uh, het is nu 12 uur smiddags. Na het hoogste punt zal de zon natuurlijk weer dalen, en op een gegeven moment zal de zon in het westen ondergaan. Nou, wat is nu het aparte? De zon doet er 24 uur over om een heel rondje te maken. En aan het einde van deze webles gaan we ook nog even kijken of we dat kunnen verklaren. Waarom sterren dus een sneller rondje lijken te maken dan de zon. Maar eerst gaan we eens kijken of we kunnen verklaren waarom überhaupt alle hemellichamen een rondje maken. En Waarom we dan die poolster stil zien staan en eh, kunnen we wellicht ook nog iets zeggen over de hoek waaronder we die poolster kunnen zien. Nou dat valt allemaal vrij simpel te verklaren en om dat te doen moeten we ons even uit deze hemelkoepel begeven en even vanaf een afstandje naar onze aarde kijken. En vanaf een afstandje gezien ziet de aarde er zo uit. De aarde draait natuurlijk om zijn as en dat is ook meteen de crux. Want natuurlijk bewegen niet de sterren gedurende 24 uur en beweegt ook niet de zon. Die staan veel stiller dan dat je zou vermoeden. Nee, het is de aarde die draait en doordat we ons bevinden op een draaiende aarde, zien we dus alle hemellichamen bewegen. Nou, wat is nu het geval? Wanneer je die aarde als doortrekt, dan is puur per toeval uh, zul je vinden dat uh, zich aan, aan het, in het verlengde van die aardas zich een ster bevindt. En dat is dus de ster Polaris. En omdat die Polaris zich zo dicht bevindt in de buurt van de aardas, lijken we hem uh, amper te zien bewegen vanuit de aarde gezien wanneer de aarde draait. We gaan eens even kijken uh, hoe we Polaris uh, kunnen waarnemen vanuit verschillende punten op aarde. En het eerste punt uh, die ik wil bekijken is uh, de Noordpool. Nou stel nu dat je op de Noordpool gaat liggen, dan heb je natuurlijk geen weiland, maar een uh, ijsvlakte, maar je gaat liggen op de ijsvlakte. Uh, waar moet je dan naar kijken en welke richting moet je dan kijken om Polaris te kunnen zien? En dat geef ik dadelijk aan met de rode pijl. Uh, nou dat is uh, recht naar boven. Wanneer je op de Noordpool ligt, dan zal Polaris precies in het zenit te vinden zijn, recht boven je. Onder een hoek van 90 graden met, het, uh, met de horizon. Een andere uiterste is natuurlijk de Evenaar. Wanneer je uh, gaat liggen op de Evenaar, dan uh, is de groene lijn is dan het platte vlak waarin je je denkt uh, te bevinden. En ook hier heb ik het poppetje uh, getekend. Het poppetje ligt op de Evenaar. Wanneer het in de richting van het zenith kijkt, dan kijkt het poppetje nu naar links. En in welke richting moeten we nu kijken om uh, de Poolster te kunnen zien? Ja, dat is weer in de richting van uh, de rode uh, pijl. Want uh, bedenk natuurlijk wel, de Poolster staat enorm ver weg vanuit de aarde gezien. Dus de kijkrichting die zal niet heel erg veel veranderen. Of je nu op de Evenaar uh, zit of op de Noordpool. Dus je moet in de richting kijken van die rode pijl. En uh, dan zie je iets wat uh, hier in, het, in de animatie is ook weergegeven. Dan zie je dus de Poolster... Net boven de horizon verschijnen. En alle sterren die draaien ook op de evenaar rondom de Poolster. Daar gaan we straks nog in detail naar kijken. Maar dan heb je een situatie die er ongeveer zo uitziet. Ja, hoe groot is dan de hoek tussen uh, de richting van de Poolster en uh, de horizon? Ja, die is nul. Die is nul graden. derde situatie is de situatie van Nederland. Nederland bevindt zich uh, net iets boven het, het midden. Gezien vanaf de Evenaar naar de Noordpool. En wanneer we in Nederland op een weiland gaan liggen, dan kijken we dus, als we naar het zenit kijken, in de richting van de, de wit gestippelde pijl. En wanneer we de polster willen zien, moeten we weer kijken in de richting van de rode pijl. En wat blijkt dan het geval te zijn? Eh, wanneer je je in Nederland bevindt, dan is de hoek tussen de polster, de kijkrichting naar de polster en eh, de horizon, het platte vlak, is 52 graden. Nu is de situatie van de aarde en de zon nog iets complexer dan dat ik hier heb geschetst. Daarom dat ik even dit plaatje erbij pak. Want de aarde draait natuurlijk om de zon heen. Dus op verschillende momenten van het jaar bevindt de aarde zich op verschillende punten. Je ziet hier eigenlijk twee punten die precies een half jaar uit elkaar liggen. En wat blijkt nu het geval te zijn? De tekening zoals je die hier ziet. Klopt niet met uh, de, de werkelijke situatie, want die aardas die staat niet mooi loodrecht op de kijkrichting in richting de zon, maar die is gekanteld. Die aardas die, is, uh, die staat onder een hoek. En wat je eigenlijk hebt is deze situatie: de aarde die dus draait om de zon in precies één jaar, terwijl het ook draait om zijn eigen aardas en die aardas die staat onder een hoek. En doordat die aardas onder een hoek staat. Uh, gebeurt er ook meteen uh, nog iets wanneer je gaat kijken naar uh, aarde en zon. Laten we dus beginnen met de linker situatie. In de linker situatie gaan we eens, uh, zoeken naar Nederland en Nederland bevindt zich uh, ongeveer uh, op de plek van de groene lijn. En in de linker situatie is de bovenkant van de aarde, het noordelijke halfrond, is in de richting van de zon gekanteld. En wanneer we nu dus liggen op ons platte vlak in Nederland. Dan moeten we in de richting kijken van de blauwe pijl om de zon te kunnen zien. Een half jaar later uh, kun je ook weer Nederland gaan zoeken. Dat is dan weer die uh, groene lijn. En kunnen we ook de richting, uh, in de richting van de zon, kunnen we weer aangeven. En dat is dan ook hier weer de blauwe pijl. En uh, uit deze twee plaatsen kun je meteen een uh, conclusie trekken, namelijk dat in de linker situatie uh, de zon blijkbaar hoger boven de horizon komt. Dan in de rechte situatie. Dus in de linkere situatie uh, staat de zon hoger aan de hemel. Uh, nou ja, wanneer is dat? Dat is natuurlijk als het bij ons zomer is. En de rechte situatie, uh, dat beschrijft de winter op het noordelijke halfrond. Want uh, voor de mensen die op het zuidelijke halfrond wonen, is het natuurlijk precies omgedraaid. En uh, zijn zij in de linker situatie juist van de zon afgedraaid, zal de zon lager aan de hemel staan. En in de rechte situatie zijn zij juist naar de zon toegekeerd. In de linker situatie heb je punten op de aarde waar de zon recht boven uh, je hoofd staat. Uh, waar de zon dus in het zenit staat. En ik geef dat hier aan met deze gele pijl. En de plek waar dat gebeurt uh, noemen we dus dus de kreefskrekering. Dus bij de kreefskrekering, uh, wanneer het uh, hartje zomer is, staat de zon recht boven je hoofd. En uh, hetzelfde heb je natuurlijk wanneer het bij ons winter is. Dan uh, staat er ook ter hoogte van uh, Australië, zoals je net kon zien. Heb je ook uh, een, een hele lijn van situaties waarbij de zon dus ook recht boven je hoofd staat, de steenbokskeerkring. We gaan even terug naar onze hemelkoepel. Uh, dit is onze hemelkoepel, dit is de situatie in Nederland. We hebben dus gezien dat we de Poolster kunnen zien als we kijken in de richting van het noorden, onder een hoek van 52 graden, en dat de zon. Een, een baan maakt die loodrecht staat op die as die, de as van de kijkrichting richting de polster. Hebben we hebben ook gezien dat uh, de zon zomers hoger komt aan de hemel dan zwinters. En uh, dit is de situatie die ik net ook al liet zien. En dit is dus blijkbaar de situatie van uh, de zomer. En hoe zie ik dat nu? Nou, dat kan ik bijvoorbeeld zien doordat uh, de, de baan die de zon uh, maakt, voor het grootste gedeelte. Boven de horizon ligt, waarbij ik dus kan concluderen dat het, uh, het grootste gedeelte van de 24 uur licht zal zijn en maar een klein gedeelte donker is. Ja, dat is de dus situatie van de zomer. In de winter ziet uh, de zonnebaan er zo uit. Even nog de hoek. Zomers uh, op, het, uh, op 21 juni staat de zon maximaal onder een hoek van 61,5 graad uh, met uh, de horizon. En winters staat hij een stuk lager. Dan staat hij namelijk maar 14,5 graad boven de horizon. En je kunt ook meteen zien dat de zon een veel kleiner gedeelte van zijn uh, baan boven uh, de horizon zal zijn. Dus in de winter is het veel vaker donker en maar heel eventjes licht. Nou, precies tussen de zomer en de winter heb je uh, de situatie dat het uh, zogenaamde equinox is. Oftewel de lente-equinox, oftewel de herfst equinox En die twee momenten die. Uh, die laat zich zien doordat de zon dan precies in het oosten opkomt en precies in het westen ondergaat. En eh, tijdens het lente en eh, de herfstequinox. en dat valt dus ook altijd rond de 21ste, 22ste september en eh, maart, dan zal de, de de dag ook precies even lang zijn als de nacht. En de zon die staat dan onder een hoek van 38 graden met de horizon. Wat je nu mooi kunt zien is dat je op verschillende momenten van het jaar de zon op verschillende momenten uh, aan de horizon op ziet komen. In juni komt die in het, echt in het noordoosten op. In januari moet je meer in het zuidoosten kijken. En tijdens de equinox, dan komt de zon precies in het oosten op. Nou, dat verschil in waar je de zon uh, op ziet komen, dat wisten ze duizenden jaren geleden ook al. En daar maakt ze ook gebruik van. Hier zie je een voorbeeld uit Egypte van ongeveer 5000 jaar voor Christus. Daar maakt ze ook gebruik van. Door bijvoorbeeld met stenen te meten waar dan de zon opkwam op een bepaalde ochtend. En zo konden ze dan ook zien in welke periode van het jaar ze zich bevonden. Dus wat je hier ziet zijn eigenlijk hele oude, rudimentaire kalenders. Maar hoe is nou de situatie wanneer je je op de Evenaar bevindt? Hoe ziet dan de baan van de zon eruit? Nou, die is misschien wel verrassend. Laten we eerst eens even kijken tijdens de equinox. Uh, dus 21 uh, maart of 21 september. En ook op de evenaar geldt dan dat de zon in het oosten opkomt en in het westen ondergaat. En de baan die die dan maakt, die ziet er als volgt uit: de zon zal dan recht boven je hoofd staan als het 12 uur s middags is. Dus die staat dan precies in het zenit. Op het moment dat het op de evenaar zomer is, uh, dan zul je zien dat de zon niet recht boven je hoofd langskomt, maar onder een hoek met uh, de horizon. En dat de zon dan een maximale hoogte van 66,5 graden kan bereiken. En eh, wat ook vreemd is natuurlijk is dat je in de zomer de zon eh, in de richting van het noorden zult zien op de Evenaar. En wanneer het winter is dan maakt de zon ook eigenlijk een uh, mooie een verticale rondje. Uh, en dan zul je hem uh, aan de zuidkant vinden. Tot slot natuurlijk uh, de Noordpool. Hoe ziet dan uh, de situatie op de Noordpool eruit? Nou we hebben al gezien... Op de Noordpool vind je de uh, poolster recht boven je hoofd. Uh, en de as loopt dan ook uh, verticaal, hè? dat is de rode pijl hier. En alle hemellichamen zullen dus ook loodrecht op die as bewegen. Hoe zie je dan de, uh, de zon bewegen wanneer het hartje zomer is? Nou, de zon die zal dan, misschien een beetje onverwacht, maar die zal dan zo'n beweging maken. Die maakt dus een horizontaal rondje langs de hemel. De zon gaat nergens onder en uh, wanneer het hartje zomer is zal de zon ook uh, eigenlijk ook constante hoogte hebben boven de horizon van 23,5 graad Hier nog een fotootje, niet gemaakt op uh, uh, de Noordpool, maar wel in de buurt van de Noordpool, want je ziet hier dat het zomer is en ze hebben uh, elk uur hebben ze een foto gemaakt en je ziet dat de zon nergens ondergaat en um, Hieruit kun je al opmaken dat uh, dit punt zich bevindt ergens boven de poolcirkel, Want uh, boven de poolcirkel zal in de zomer de zon niet ondergaan. Dan hebben we nog één vraag die we gaan beantwoorden. Namelijk hoe zit het ook alweer met die, uh, uh, de tijd die uh, de zon erover deed om een rondje te maken, en de tijd die de sterren overdoen om een rondje te maken. Nou, we hebben al gezien dat natuurlijk zowel de zon als de sterren geen rondje maken, maar dat het te maken heeft met het draaien van de aarde. Ik heb hier even een schetsje gemaakt van de situatie: zon, aarde en een heel ver weggelegen ster. En ik heb ook aangegeven twee waarnemers. Een gele waarnemer die naar de zon kijkt en een oranje waarnemer die naar de ster kijkt. En de gele waarnemer die neemt waar op dit moment dat de zon precies in het zuiden staat. Dus de gele waarnemer zegt het is nu 12 uur uh, overdag. En uh, de oranje waarnemer die kijkt op precies datzelfde moment kijkt die naar, een, naar de ster. Nou, wat gaat er dan gebeuren? De aarde draait natuurlijk, dit is uh, ongeveer zes uur later. Dan zie je dat beide waarnemers uh, zijn gedraaid. Dit is weer zes uur later. Um, degene die de zon zag, die bevindt zich nu aan, aan de nachtkant en vice versa. Weer zes uur later en weer ongeveer zes uur later. Uh, wat wel geldt is dat de aarde nu precies 360 graden gedraaid heeft. En uh, wat uh, gebeurt er dan? Dan zal degene die de ster aan het waarnemen was, die zal dan zeggen: hé, hey, nu staat de ster precies op hetzelfde punt als waar die een dag geleden stond. En uh, wanneer uh, deze waarnemer uh, zijn klok heeft stilgezet, dan zal hij zien dat het precies 23 uur en 56 minuten later is. Want wat blijkt het geval te zijn? De, zon, of de aarde draait in precies 23 uur en 56 minuten een heel rondje van 360 graden. Maar omdat, zoals je ook net kon zien, de aarde niet alleen om zijn as draait, maar ook tegelijkertijd een rondje om de zon maakt, zal degene die de zon aan het waarnemen eh, was, na precies 23 uur en 56 minuten, eh, zeggen, hé, hey, maar de zon staat niet in dezelfde richting als dat die een dag geleden stond. Ik moet nog een klein stukje doordraaien om de zon weer op dezelfde richting te zien, om de zon weer precies in het zuiden te kunnen zien. En dit is dat kleine stukje en... Ehm, de tekening is hier niet op schaal, ik heb het effect uh, duidelijk vergroot. Maar in het echt moet de aarde dan nog 1 graad ongeveer doordraaien, ongeveer nog 4 minuten doordraaien, zodat degene die de zon aan het bekijken was, zal zeggen: Hé, hey, nu staat de zon weer precies op hetzelfde punt aan de hemel. Dus wanneer je uh, kijkt naar de zon, dan doet de zon er 24 uur over om een rondje te maken, een denkbeeldig rondje te maken. Maar wanneer je, je richt op een ster. Dan zal die ster er vier minuten korter over doen.